Overal in ons land hebben postduivenhouders een aantal van hun jonge duiven ingeschreven voor het grote nationale concours van Orléans. Elke duif heeft een eigen registratienummer, maar krijgt voor de vlucht nog eens een speciaal vluchtnummer dat aan een rubber ringetje om de andere poot wordt bevestigd. Sedert geruime tijd gebeurt het transport van de duiven met daarvoor speciaal ingerichte auto's. Elke wagen heeft plaats voor ruim 200 stalen manden. In elke mand is ruimte voor zo'n 35 duiven. 7000 dus maximaal per auto. Elke duivenhouder die duiven heeft afgeleverd voor het concours maakt zijn klok gereed voor de wedstrijd. Het is een speciale klok van zo'n 500 gulden waarin een papieren rol wordt geplaatst. Daarop moet de naam en adres van de houder worden vermeld, opdat later precies kan worden nagegaan van wie de papierstrook is. De klokken worden voor de vlucht verzegeld. Als nu een duif terugkomt, moet de rubberring in de klok worden gedaan, waarna door een draai aan de sleutel de juiste aankomsttijd van elke duif op de papierstrook wordt afgedrukt. De autocaravaan met bijna 100.000 jonge duiven is intussen via de snelle autobaan op weg naar de losplaats. Ten zuiden van Parijs en op gemiddeld zo'n 500 kilometer van de thuishokken ligt de startplaats Orléans, de stad van Jeanne d'Arc. Begeleid door Franse politiemannen arriveert de kolonne daar op vrijdag in de namiddag. De wagens worden zo neergezet dat alle duiven bij de lossing aan dezelfde kant eruit kunnen. Voordat ze voor de laatste nacht op stok gaan, worden de vogels eerst nog gevoederd en gedrenkt. De rekken met manden bevinden zich in de wagen aan weerszijden van een middenpad, zodat de verzorgers de duiven gemakkelijk kunnen bereiken. En dan, zaterdagmorgen, is het zover. De rolluiken gaan omhoog en een kleine 100.000 jonge duiven gaan op de wieken voor hun eerste grote vlucht. Er zijn er bij die het concours nooit zullen winnen. Geleid door hun instinct beginnen de duiven aan de vlucht naar Nederland. Duivenberichten. Het nationaal in Orléans gelost tussen 7 en 8 uur. Het noordelijk concours. Met een snelheid van zo'n 100 km per uur koersen de dieren op huis aan, waar enige tijd later de liefhebbers de wacht betrekken. De snelste duif van allemaal bleek er een te zijn van de heer Van Gijs uit Breskens. Nu is dat natuurlijk dichterbij dan bijvoorbeeld Groningen, maar bij de vaststelling van de winnaar geldt niet alleen de aankomsttijd, maar wordt ook rekening gehouden met de afgelegde afstand. De winnaar van het concours van Orléans toonde zich evenals zijn baas opvallend bescheiden.